De Zwolse Atletische Club, de ZAC, met zijn 125-jarig bestaan een van de oudste voetbalclubs in Nederland. De club kent mensen die al heel lang lid zijn. Ik ben lid geworden in 1953. Dat was vlak voor 60 jaar bestaan. En toen ben ik door een collega van mij ben ik bij ZAC gekomen. En wel bij de afdeling handbal. Tegenwoordig is het alleen maar voetbal, maar dat was vroeger anders. Ja, wat hebben we niet gedaan? Volleybal, basketbal, wat nu nog steeds bij Landstede zit. En honkbal hebben we ook nog gedaan. De club geeft sinds februari 1918 maandelijks een nieuwsbrief uit. En vanaf het allereerste exemplaar heeft Eef ze allemaal in bezit. Er zijn niet zo heel veel verenigingen die boeken in hun bezit hebben die 100 jaar oud zijn. Want dat is natuurlijk, want het is het eerste clubblad dat uitgegeven werd. Het eerste ZSC-nieuws. En dat was van, moet even kijken, 15 februari 1918. Dus dat is ook al nu 100 jaar geleden. Heel wonderlijk dat je er mist geen één exemplaar van. Nou, dat is toch uniek? Een waardevolle collectie. Dat is uniek, maar ja. In de beginjaren dat het clubblad werd uitgegeven, waar had men het over? Waar werd over geschreven? Er werd eigenlijk veel meer geschreven over wat er gebeurde binnen de vereniging. Ook met standen en zo natuurlijk. Er waren ook wel standen in een mededeling. Maar ook van, er werden notulen, bijvoorbeeld de notulen van de vereniging werden dus van een vergadering, die kwamen deels in dat clubblad. Het waren eigenlijk de mededelingen van het bestuur? Ja, de mededelingen van het bestuur, ja. Het was inderdaad een clubblad. De rijke historie maakt de club uniek, maar ook nog iets anders dat nu nog steeds speelt. Wij hebben het geluk dat wij een elftal hebben. En dat klinkt misschien heel raar voor veel mensen, maar allemaal uit onze eigen jeugd. En dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. Dat je de mensen die dus lid zijn van de vereniging, die lid worden met 4, 5 jaar. En dat die dan op een gegeven ogenblik, nu ze 18, 19, 20 en nog wat ouder zijn, nog steeds voetballen bij ZSC. En dat zijn vaak jongens die heel lang met elkaar hebben gespeeld. Het is nog steeds een hechte club. Een hechte club, dat is het zeer zeker.